Oefen Je Nederlands met Sophie. Goede buren: Dit is een appartementsgebouw. Het heeft vier verdiepingen. Er zijn dertien appartementen. Er wonen heel wat mensen: Clara, Lisa, Rick. Zij zijn de bewoners. Van het appartement. Wil je ze leren kennen? Ik praat over een bewoner. Jij kijkt op de print en kiest de juiste foto. Ze houdt van zingen. Ze woont op de eerste verdieping. Ze woont aan de rechterkant. Zij is Clara. Zij is een vrouw. Ze is pas moeder geworden. Ze heeft een baby gekregen. Dat is Lien. Zij woont op de derde verdieping. Ze woont aan de linkerkant. Volgende persoon. Zij is een vrouw. Zij woont alleen. Ze heeft een huisdier. Ze drinkt graag koffie. Ze heet Ina. Haar kat heet Felien. Ze woont op de tweede verdieping. Aan de linkerkant. Hij is een man. Hij is sportief. Hij houdt van fitness. Hij heet Haben. Hij woont op de derde verdieping. Hij woont aan de rechterkant. Zij woont boven Clara. Ze woont alleen. Ze zit vaak op sociale media. Ze liked alle posts van haar vrienden. Dat is Tina. Ze woont boven Haben. Ze woont op de bovenste verdieping. Ze is zeven jaar. Dat is Lena. Hij is een jongen. Hij is vandaag jarig. Hij wordt zes jaar. Hij heet Siebe. Hij woont op de tweede verdieping. Hij woont tussen Ina en Tina. Hij is een man. Hij is heel muzikaal. Hij speelt gitaar. Hij heet Rick. Rick woont op de eerste verdieping. Rick woont naast Jos en Rita. Ze zijn een koppel. Ze heten Jos en Rita. Ze zijn niet meer jong. Ze werken niet meer. Ze zijn op pensioen. Ze wonen op de eerste verdieping. Ze wonen tussen Rick en Clara. Ze woont op de derde verdieping. Ze woont tussen Lien en Haben. Ze neemt graag selfies. Ze post de selfies op Instagram. Dat is Sandrine. Hij woont op de bovenste verdieping. Hij kan heel goed blaffen. Hij heet Bas. Bas Wacht op zijn baasje. Bas is geen mens. Bas is een huisdier. Bas is een hond. Ze zijn een koppel. Ze zijn al drie jaar samen. Ze zijn nog niet getrouwd. Ze heten Lisa en Victor. Ze wonen op de vierde verdieping. Hier woont niemand. Het appartement is niet bewoond. Het is op het gelijkvloers. Het appartement staat te huur. Wil je hier komen wonen? Dit zijn Irma en Sonja. Irma is de oudste vrouw links op de foto. Ze wonen in dezelfde straat. Irma is weduwe. Haar man is overleden. Haar man is dood. Irma voelt zich daarom vaak alleen. Irma voelt zich soms eenzaam. De buren brengen vaak een bezoekje. Dat maakt Irma gelukkig. Sonja gaat vaak wandelen met Irma. Ze maken een korte wandeling. Ze praten over het weer, het werk van Sonja. Irma heeft soms hulp nodig. Ze moet elke maand naar de dokter. Sonja brengt Irma met de auto. Zo moet Irma geen taxi betalen. De buren helpen elkaar. Buurman Jan maait haar gras. Hij doet ook andere klusjes in de tuin. Hij geeft de planten water. Hij doet het onkruid weg. Er is veel werk in een tuin. Sonja helpt Irma met de boodschappen. Dat is een grote hulp voor Irma. De buren brengen Irma een bezoekje. Ze nemen kleine attenties mee. Irma is altijd blij met een bloemetje. De buren zorgen voor Irma. Dat is heel belangrijk. Een bericht van de buren. Sonja en Irma krijgen een bericht in hun brievenbus. Een briefje. Lees het briefje. Lieve buren. Op zaterdagavond geef ik een feestje in mijn tuin. Waarom? Ik ben geslaagd voor mijn examen rijbewijs. Het wordt een tuinfeest met barbecue en veel goede muziek. Het feest begint om zeven uur s'avonds en het is rond middernacht gedaan. Jullie zijn natuurlijk ook welkom. Er komen nog veel andere mensen en de muziek zal je wel kunnen horen in heel de straat. Ik hoop dat jullie. Niet te veel last hebben van het lawaai. Groetjes, Ali Benani. Voor wie is het briefje? Het briefje is voor de buren. Wie schrijft het briefje? Ali Benani schrijft het briefje. Waarom stuurt Ali dit briefje? Ali organiseert een feest in de tuin. Waarom is er een feestje? Hij is geslaagd voor zijn examen rijbewijs. Hoe laat begint het feestje? Het feest begint om zeven uur s'avonds. Hoe laat is het feestje gedaan? Rond middernacht. Dat is 12 uur s'nachts. Wordt het druk op het feestje? Ja, want er komen nog veel andere mensen. Wat gaan ze doen op het feestje? Ze doen een barbecue en er is veel muziek. Welk kaartje kan Sonja sturen naar Ali? Kaartje 1 Beterschap. Kaartje 2 Geslaagd. Of kaartje 3 Gefeliciteerd. Dit kaartje. Kan je sturen naar Ali. Ali is geslaagd. Proficiat met het behalen van je rijbewijs. Ali is geslaagd voor zijn rijexamen. Hij heeft zijn rijbewijs behaald. Hij organiseert een feestje. Een barbecue voor vrienden en buren. Er is veel volk. Er komen veel mensen naar het feest. Ali heeft de buren verwittigd. Hij heeft een bericht gestuurd. De buren weten dat het feest is. Ook dat er lawaai kan zijn. De buren vinden het niet zo erg. Het is maar één keer. Ze zijn ook verwittigd. Het is fijn als buren goed overeenkomen. Soms gaat het niet zo goed. Er zijn dan klachten. Bijvoorbeeld over lawaai. Boris heeft last van nachtlawaai. Hij kan niet slapen. Wat is er aan de hand? Wat is het probleem? Wat is het probleem? De buren maken veel ruzie. Ze roepen heel hard. Ze schreeuwen. Boris kan niet slapen van al dat lawaai. Wat is het probleem? De buurman wil s'avonds klussen. Hij boort een gat in de muur. Het boren is heel luid. De baby van de buren moet slapen. Wat is het probleem? De baby van de buren kan niet slapen. De baby huilt de hele tijd. Mama probeert de baby te troosten. Het lukt niet. De baby huilt en huilt. En Boris, hij kan niet slapen van al dat lawaai. Wat is het probleem? De buurman zet zijn muziek heel luid. Hij zingt met een microfoon. Het lijkt wel een karaokebar. Wat een lawaai. Wat is er aan de hand? Het stinkt in het appartement. Het ruikt heel vies. Het vuilnis staat nog binnen. Bah, wat vies. Wat is er aan de hand? De kinderen van de bovenburen maken veel lawaai. De buurvrouw heeft rust nodig. Ze werkt van thuis uit. Ze kan zich niet concentreren. De hond blaft de hele tijd. De kinderen maken veel lawaai. Het vuilnis ligt op straat. De muziek staat veel te luid. De buurvrouw klust graag. Het buurmeisje speelt trompet. Hallo, ik ben Sophie, de buurvrouw van appartement 2. Dag, buurvrouw. Wat kan ik voor u doen? Sorry dat ik u stoor. Geen probleem, zegt u maar. De muziek staat heel luid. Kan de muziek wat stiller? Zeker, geen probleem. Bedankt. Hallo, ik ben Sophie, de buurvrouw van appartement 2. Ah, dag buurvrouw. Mag ik iets vragen? Tuurlijk, vraagt u maar. Ik vind het heel lastig om te zeggen, maar ik werk van thuis uit en de kinderen maken echt veel lawaai. Kunnen de kinderen een beetje stiller zijn? Oh, sorry, ik begrijp het helemaal. Ik zal het hen zeggen. Dat zou super zijn. Bedankt. Geen probleem. Hallo, ik ben Sophie, de buurvrouw van appartement 2. Ah, dag buurvrouw. Alles goed met jou? Ja hoor, alleen. Jullie hond loopt vaak door onze tuin. Hij begint te graven en maakt zo de planten kapot. Kunnen jullie de hond binnenhouden of zorgen dat hij niet in onze tuin komt? Oei, sorry, dat wist ik niet. We zullen zorgen dat de hond niet meer gaat lopen. Als dat zou kunnen, heel erg bedankt alvast. En jij? Kom je goed overeen met je buren? Tot de volgende keer.